Oei, dat weet ik niet. ik ga het proberen. Ja. Wel, ik ben Bartje van Gastel. Ik heb een bedrijfje opgericht dat noemt TCO Fleet. Het gat in de markt dat ik heb gezien, is een gat dat al redelijk lang bestaat, om het zo maar te zeggen. Wat wij doen, is wij geven een inzicht in de werkelijke kost van je mobiliteit. Eigenlijk, als je nu momenteel kort gezegd een auto koopt, weet je eigenlijk niet welke brandstofsoort je moet kopen, welke auto voor jou geschikt is, volgens jouw gebruikscomfort, gebruiksgemak. Maar we trekken het breder, we gaan kijken naar puur de volledige mobiliteit, combinatie fiets, auto, openbaar vervoer en dergelijke. En we berekenen die werkelijke kosten daarin. Dus de werkelijke total cost of ownership. En dat is hetgeen wij doen, wij geven die inzichten in die werkelijke kosten. Wij verdienen onze zuurverdiende centjes door eigenlijk analyses te maken. Als consultancy onderneming, waardoor we analyses gaan aanbieden aan de bedrijven rechtstreeks. We houden rekening met DNA van de klant. En die analyses worden gemaakt. We bieden ook verschillende licentiemodellen aan, abonnementen om het zo maar te zeggen, waarbij we proactief de klant gaan ondersteunen in de werkelijke kost van zijn mobiliteit. Ik zat met een heel groot probleem rond mijn IT-infrastructuur, hoe moest ik dat aanpakken? Effectief, één telefoontje met één van de experts of mentoren en mijn visie was helemaal, of mijn inzicht in dat probleem was helemaal opgelost. Maanden met buikpijn zitten, één Skype-gesprek van een kwartier, dat inzicht hebben en zeggen oké, yes. Je zou verwachten dat de mentoren jou begeleiden, bijvoorbeeld met hun vakspecialiteit, met een expertise rond marketing, rond HR, rond sales enzovoort. Een van de laatste gesprekken die ik heb gehad met een van de mentoren, hadden we verwacht van de KPI's te bekijken, waar we naartoe gingen, echt over facts en figures, hoe is de groeicurve enzovoort. En eigenlijk hebben we nu gepraat over sport. Kijk, en dat was voor mij eigenlijk op die moment veel meer waardevol dan die cijfers of wat is de groeicurve of wat is het verhaal. En dat is ook de birdhouse.